Zoals u weet hadden we eerder besproken om over te gaan op immunotherapie. En als u wilt, kan het ook thuis gebeuren. Dus dat u de toedieningen niet hier krijgt, maar gewoon thuis. In 1998 is dit ziekenhuis gestart met het geven van chemotherapie thuis. We noemen dat ziekenhuisverplaatste zorg. Sinds een aantal jaren geven we ook immunotherapie thuis. Mocht de patiënt het nou moeilijk vinden om een keuze te maken tussen thuis behandelen of in het ziekenhuis, dan hopen we aan de hand van deze film u nuttige informatie te geven. Als dan het infuus prikken goed gaat, u bent makkelijk te prikken, als u geen bijwerkingen heeft, dan zou vanaf de derde kuur ook de behandeling thuis kunnen plaatsvinden. Moet ik dat meteen beslissen? U mag hier gerust even over nadenken. Nogmaals, het kan hier gewoon blijven, maar als u thuis wil, denk erover na. We hebben er ook een folder over, die zou u rustig eens door kunnen lezen. En ook de oncologieverpleegkundige kan u daar nog meer over vertellen. Er zijn meerdere soorten chemo- en immunotherapieën die thuis gegeven kunnen worden. In overleg met de behandelend arts, de oncologieverpleegkundige en de apothekers wordt gekeken of het middel veilig genoeg is om thuis te geven. Belangrijk om te weten is dat er dus maar een geselecteerd aantal chemo- of immunotherapieën thuis gegeven kunnen worden. Ik ga het infuus van je eruit halen. Je hebt geen reactie gehad. Het infuus prikken ging hartstikke goed. Dus wat ons betreft kunt u gewoon thuis de kuur weer krijgen. Dat is heel fijn. Want dat geeft een hoop rust. Dan hoef ik niet steeds iemand te regelen die me brengt en weer ophaalt. Want die moet natuurlijk allemaal werken. En lekker op mijn eigen bank. Heerlijk. Ja. Een dag voordat de oncologieverpleegkundige bij de patiënt thuiskomt, wordt hij of zij gebeld met de uitslagen van het bloed. Afhankelijk daarvan wordt bepaald of de kuur doorgaat. Dag mevrouw Van Mierlo. Met Irma Seilman, oncologieverpleegkundige uit ziekenhuis Gelderse Vallei. Dag. De bloeduitslagen zijn goed, dus de kuur van morgen kan doorgaan. Mevrouw Van Mierlo. Ja, geboren op 23/4/1966. Ja. Is dit het juiste? Ja, het juiste middel. 100 milliliter in 30 minuten. Ja, dat wordt pompstand 200. Ja, top. Ja? Ja, gecontroleerd, gezien. Kan ik weer veilig op stap? Ja, even aftekenen. Fijn. Veel succes hè, vandaag. Dankjewel, ik ga er weer voor. Doeg. Dat is verschillend en afhankelijk van de behandeling die de patiënt krijgt. De ene keer is de oncologieverpleegkundige in Ede om een injectie te geven en de andere keer in Wageningen om immuno- of chemotherapie aan te hangen. Tijdens het aanhangen van deze kuur kan de oncologieverpleegkundige vragen hoe het met de patiënt gaat en of er problemen zijn. Bijvoorbeeld psychische problemen, vermoeidheid, weinig eetlust. Aan de hand van dat gesprek worden er eventueel andere disciplines ingeschakeld. Denk hierbij aan een maatschappelijk werker of een diëtiste of een fysiotherapeut. U kan gewoon blijven zitten waar u zelf het makkelijkste zit. Ik kan alle kanten op. Maar u had het ook over vermoeidheid. U komt er wel toe, u redt het wel om iedere dag een half uurtje naar buiten te lopen bijvoorbeeld. Lukt dat? Niet altijd. Ja. Kunt u ook zien wanneer mijn volgende afspraak weer zijn? Vandaag exact over 3 weken, dan komen wij weer bij u. De dag vooraf heeft u de afspraak bij de oncoloog. Ja. Ik zie hier om 14:45. En dan dient u 15 minuten vooraf bloed te prikken. En als de bloeduitslagen dan goed zijn, dan komen wij bij u thuis. Dan bel ik ook op die dag om te melden hoe laat ik er ongeveer ben. Als het in het boekje staat, schrijf ik het zelf wel in mijn agenda. Wat zei ik nou over 3 weken? Dan is het... Dan ga ik weer, als er klachten zijn of vragen, wat dan ook, schroom niet, altijd bellen. 'S avonds, 's nachts, dat maakt niet uit. Wij zijn altijd bereikbaar. Hoeft u niet eerst langs de huisarts. Nee, fijn. De patiënt blijft in zijn eigen vertrouwde omgeving en kan zelf doen wat hij wil. De verpleegkundige gaat op pad naar de volgende patiënt.